In het cultuurhuis in Beek was woensdagmiddag de feestelijke heropening van de vernieuwde bibliotheek. De opening werd verricht door wethouder Annelies Visser en Bert Hogemans, directeur van Bibliotheek Gelderland-Zuid. Na de opening konden kinderen nog een circusworkshop bijwonen en foto's maken voor een greenscreen. Ook werden er demonstraties kennis maken met virtual reality georganiseerd voor 50-plussers.